En op het moment dat we gaan zoenen, scheid ik mijn hele broek vol. Nee, maar echt. Maar echt. En zij hoort het en ze ziet het. Nee! Hallo allemaal en welkom bij Franks Foutjes, waar we de imperfectie vieren met een oud gênant verhaal waar we in de actualiteit keihard om kunnen lachen. En vandaag vieren we de feestdagen special met Hugo Kennis! Net! Roxanazes! Met de one and only Willy Wartaal! Hallo. Hugo. Hi. Jij hebt veel meegemaakt in je leven en ook veel gênante dingen. Het meeste is gênant eigenlijk wel. Welke zullen we eruit halen? Nou, je zegt spangastingetje, daar heb ik nog wel een gênant verhaal over. Oh, ja. Ik wist niet dat het hierover ging. Dat is wel echt waar. Het was rond de feestdagen, ik weet het nog goed, een jaar of 8 geleden. En toen speelde ik in Spangas de musical. Daar is een musical van geweest. Niet bijna 2,5 jaar getoerd. En daar was geen, weet je, een understudy is. Ja, ja, dat als jij ziek bent dat iemand zegt. Ja, maar die was er niet. Want nee. Ja, je kan moeilijk Avalanche door een ander donker meisje laten spelen. Van, hi, ik ben Avalanche. Want kinderen kennen de karakters echt, de mens, niet de type. En dan word je wel eens ziek. En ik ben ziek geworden tijdens een voorstelling. Ik had diarree. Ja, dit is echt geen grap. En we stonden op Martini Plaza, dat is een van de grootste zalen in Nederland. Een paar duizend kinderen zaten daar helemaal uitverkocht tot de nok toe gevuld. En ik had zo'n skinny jeans aan, maar dan licht, heel licht grijs. Met van die patches erop en van die open kistjes. En dan een stoere leren jackie. Ik was nogal bewegelijk type. En ik moest dus kakken. Dus constant hield ik mijn billetjes zo en dan kon ik net de scène afspelen en dan rende ik af en dan kon ik snel kakken. Tijdens de voorstelling ging je heen en weer om te kakken? Ja, ja. Dus op een gegeven moment, maar kwam de langste scène die ik met Talisha, die Avalanche speelde, had, was een liefdescène. Dus we staan er samen. Ja, gebruik maar vooral als Talisha. En het is, zij heeft zo'n monoloog en dus ik knijp haar en ze ziet gewoon, ik moet. Dus zij probeert de tekst heel snel te doen en ik ook. En op het moment dat we gaan zoenen, scheid ik mijn hele broek vol. Nee, maar echt. Maar echt. En zij hoort het en ze ziet het. Nee! En we kunnen gewoon niks doen. En ze kijkt zo met grote ogen mij aan. Dus ze doen heel snel die tongzoen. En toen ben ik zo afgelopen. Dus die company manager ziet dit gebeuren. En die staat daar klaar, weet je wel. Met een nat lappie. En een schone broek. En die doet dat zo. Hup, hup, snel schoon, hup, snel aan. Ik zo. En weer terug. Want toen kwam de slotscène. Dus wat een grote dans is. Die zo gaat. Zo. En je had een lichte spijkerbroek aan. Ja. En we beginnen met die dans en het duurt 8 minuten, dat is lang hè, als je echt shit hebt. En het einde is dat Talisha, die eer ik, dus ik pak haar vast, dat is publiek. Dus ik draai met de rug naar het publiek en ik eer haar zo en ik scheid weer. Nee, maar toen was het gewoon geen remmen meer. Nee, maar er was geen rem meer aan. En het kan niet anders dat iedereen dat gezien heeft. En Talisha wist gewoon ook niet wat ze moet en die had zo'n lange jurk. Die probeert dat nog over me heen te namperen in een dansje zo. Maar ik scheid gewoon live voor een giga publiek. Ik 2 keer mijn volledige broek vol. Ja. Jij bent een feestbeest. Ja. Dus je hebt waarschijnlijk wel een gênant feestdag verhaal. Ja, afgelopen oud en nieuw. Ik vierde voor het eerst oud en nieuw als moeder. En wij doen dat hier altijd in de buurt. Mijn buurvrouw zorgt dan altijd voor een heel groot feest. En dat is echt het meest lijpe feest ever. Zonder dolle. En ik heb een Poolse buurvrouw. En die zorgt even voor de Poolse vodka. Ik weet niet wat erin zit, maar het is wel echt heel heftig. Fender lag lekker op bed. En op een gegeven moment, Erik zei tegen mij, mijn vriend, ik ga even een flesje geven aan die kleine en ik kom zo terug. Dat duurde nog geen half uur en die jongen komt terug en ik ben compleet bezopen. Van die Poolse wodka? Shotjes! Ja, nee, echt. Ja, Poolse wodka, verschrikkelijk. Echt geen aanrader. En ik was dat maar aan het zuipen en op een gegeven moment, ik kon niet eens meer lopen. Het was echt heel erg en ik schaamde me vooral heel erg, omdat het was mijn eerste oud en nieuw. Ja. Als mama kan je jezelf niet oorloven om helemaal tot het gaatje te gaan. Dat kan gewoon niet. Mijn vriend die komt naar mij toe, die zegt, schat, wat is er aan de hand? Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Nou, en ik was heel bij de hand en heel irritant aan het doen. En op een gegeven moment zei hij heel lief tegen mij, wij gaan lekker naar huis en ik ga jou op bed leggen. Maar wat dacht ik dat hij zei? Iedereen wil dat jij naar huis toe gaat. Dus ik ben ontzettend hard gaan janken. Nee. Ik ben die deur echt uitgegaan, echt zo kwaad. Met nog steeds de gedachte dat ik er dus uit ben gezet. En toen heb ik echt na een uur lang voor de deur gezeten. Echt zo, als een klein kind met armen over elkaar janken. En ze hebben me eruit gezet. Ik was super verdrietig. Om vervolgens de volgende dag te horen dat ze echt een fucking leuk feest hebben gehad. En dat ze het allemaal heel erg jammer vonden dat ik wegging. Maar ik was zo in de veronderstelling dat ik eruit werd gezet gewoon. Weet je, dat iedereen mij raar aankeek. Als ouderwets dat je uit de kroeg of uit de juist, club wordt getrapt omdat je misdraagt. Ja, echt die dikke shaming plaat op je hoofd van mama en dronken. Hoe voelde jij je de volgende dag? Oh,
Oh, verschrikkelijk. Oh. Ik voelde me zo kut. Ik moest spugen, ik moest poepen, alles. En het was de Double Dragon! Ja, echt verschrikkelijk. Je bent een feestbeest, maar je hebt vast wel een keer iets gênants meegemaakt. Ik heb dus 2 keer, met oud en nieuw, ben ik bad gegaan op de ketamine. En op een gegeven moment ging ik zo slecht dat ik dacht, oké, ik ben gek aan het worden. Nee, ik ben niet gek aan het worden. En om aan mezelf te bewijzen, moest ik zo gaan staan bij de muur van mezelf. Ik moest iets geks doen om te laten zien dat ik nog weet wat gek is. Om mezelf te laten snappen dat ik niet gek ben. Oké, maar neem me mee naar het moment. Want ja. Waar was je? Ik was bij iemand thuis. En ik zit op de bank, er wordt gesnoven en ik doe lekker mee. En opeens denk ik, wauw, het ziet er wel tof uit. Lijkt een soort van jaren 80 videoclip, gekke streep door het beeld. En op een gegeven moment was ik zo lijp dat ze me van naar een bed moesten brengen. Zo van, dus toen gingen ze me zo erin leggen. Zo. En toen vroeg die guy nog van, ja, dit is een tv, wat wil je kijken? Wil je porno kijken? Had die porno opgezet. En ik helemaal, nee, ik helemaal slecht. En toen was het zo van een gordijn, maar in een soort van slangenmotief. Slangenleer achter zo'n gordijn. En ik ben fucking bang voor slangen. Dus toen heb ik nog steeds van de hele ochtend daar gelegen. Zo van, met angst, maar ik kon niet meer bewegen. En dus in doodsangst gewoon staren naar het slangengordijn. Echt crazy. Maar je hebt ook niet geslapen, lijkt me. Nee, Maar wanneer besloot je dan, wanneer was het moment dat je zo ging staan? Nope. Daarvoor, toen ging het nog best wel goed met me. Want toen kon je nog bewegen. Toen kon je nog bewegen. En toen van, oké, ja, ik ben gek. Ik moet even daar, kijk hier. Ik ben helemaal niet gek. Ik ben niet gek. Ik weet precies wat gek is. Ik ga me eindelijk vertellen dat ik gek aan het worden. Laatste vraag. Ja. Hoe werd je wakker de volgende ochtend? Weet ik niet meer, man. Schaamde je achteraf? Nou, ik had wel dat ik zoiets had van, ja, ik ben wel blij, ik heb het wel meegemaakt. Want ik dacht wel de hele tijd, oh, ik ga gek worden. Maar je moest dus de hele tijd tegen mezelf zeggen, niks aan de hand. Kids, don't do drugs. Don't do drugs. Wat heb ik hier in mijn hand de hele tijd? Wat is dit? Sokken. Wauw, een sokken van de bende. Van de le... Wat? Wil jij ook deze sokken winnen? Laat dan een gênant verhaal achter onder de comments, in de comments of onder dit filmpje. In ieder geval, als je iets achterlaat, kan je die sokken winnen. Gelukkig nieuwjaar. Ja man, het is jouw jaar, 2020.